Oh my god. Ja. Oh my god. Daar. Dag lieve kijkers, welkom bij een nieuwe video. We zijn vandaag voor Nela haar verjaardag in een hotel. Happy birthday to you, my dear. Thank you. Gedeeltelijk voor haar verjaardag zijn we hier en ook gedeeltelijk voor een video op te nemen. Nu, we zitten in een hotel. Wij willen eigenlijk uitzoeken of proberen uit te zoeken van wat er hier eigenlijk precies is gebeurd. Want wij weten niet alles. Wij weten dat er hier iets is gebeurd in dit hotel, maar we weten niet precies wat. We weten wel dat het met de dood te maken heeft, dat er iemand hier is vermoord, zelfmoord heeft gepleegd, gestorven. Dus natuurlijke dood. Het heeft iets met de dood te maken, inderdaad. Nu, lieve kijkers, wat ik jullie wel nog even wil zeggen, is dat mijn beeld van mijn filmpjes die ik maak de laatste tijd redelijk slecht waren. En ik begrijp niet zo goed waarom. Nee, want de camera is beter. Ja, ik gebruik hele goede materialen. Ik heb nu wel een andere camera dan de vorige keer. Maar die camera is gewoon precies hetzelfde. Het is dan hetzelfde merk, hetzelfde type. Dus ik begrijp het niet zo goed. Dus ik hoop en ik denk ook gewoon deze kwaliteit waar ik nu mee aan het opnemen ben beter is dan de vorige video die ik heb gemaakt. Maar het zou niet mogen. Het zou niet mogen zijn. Want ik neem gewoon precies met hetzelfde type toestel op. Dezelfde functies. Allemaal hetzelfde. Goed, lieve kijkers. Als jullie mijn video's leuk vinden, abonneer. Word eventueel lid. Geef een like en een toffe reactie. Let's do it. Dus, lieve kijkers. Dit is onze hotelkamer. We zijn hier eigenlijk hoe laat zijn we hier aangekomen? Een uur of 3:30, hè? Ja, 3:30 zijn we aangekomen, ja. En dan zijn we nog even in het centrum gegaan van Brussel. Ja, maar het was heel koud. Ja, het was heel koud, ja. Het was wel mooi weer, maar het was wel heel koud. Het was echt heel stro in mijn haar. Maar ja, het was droog en dat is ook al veel. Hoog en droog. Hoog en droog zitten we nu. Nu, ik hoop dat jullie dat gaan zien, dat het licht niet te fel is van hier. Definitely niet uit. Ja, misschien wel, ja. Nu, in het vorige stukje zien jullie dat ook wel, dat allee, het uitzicht hiervan, maar dit is echt wel mooi, hè. We zitten hier op de 24e verdieping. Dat is bijna op de top, want volgens mij heeft dit gebouw 27 of 28 verdiepen. Ja. En we zitten op de 24e, dus eigenlijk hoger kunnen we niet zitten. Of ja, we kunnen nog hoger zitten, maar dit is al vrij hoog. En we zien eigenlijk de vliegtuigen landen op 's avond. En we zien hier eigenlijk heel, heel Brussel. Dus echt wel fantastisch is dat hier. Ja, echt wel. Echt waar de moeite om hier te zitten. Goed jongens, allee, kijkers, we gaan nu eventueel de Ghost Radio's gebruiken. Nu, ik ben heel blij dat die Ghost Radio's aangekomen, want ik heb er een redelijke tijd op moeten wachten. Uiteindelijk stond ook op je wishlist. Ja, stond ook op mijn wishlist. We gaan nu de radio gebruiken, kijken wat er eventueel geantwoord wordt op onze vragen, om het zo te zeggen. Dus ik hoop dat het wat duidelijker wordt hier, dat we een beetje antwoorden krijgen. Want allee, het personeel wil ook niet veel zeggen. Wij durven ook niet te veel aan het personeel te vragen, omdat soms komt dat gewoon raar over als wij iets willen vragen. Allee, iets te maken heeft met een dood en reageren er mensen. Allee, reageren mensen soms nogal raar op ons, allee, op die vraag. Daarom zijn we daar heel, heel voorzichtig in. Hebben we ook niks gezegd bij de boeking dat we hier gingen filmen of zo. Daarom kan ik het hotel ook niet vernoemen. Het is ergens in Brussel. We kunnen niet vernoemen welke plaats. We gaan nu gewoon kijken wat we tegen kunnen. Of van wat we kunnen horen van antwoorden. Wat is jouw naam? Mogen wij dat weten? Wie zijn wij? Wie ben ik? Hoe heet ik? Hoe heet mijn vriendin? Je hoort Sasha. Ja? Ja, ja, ik denk het wel. Als jullie benieuwd zijn met welk materiaal dat ik werk, dan ga ik jullie dat nu heel even laten zien. Ik werk samen met het merk Ulanzi. Zij maken statieven, vloglampen, eigenlijk alles voor de beginnende en de gevorderde vlogger, YouTuber, slash noem maar op. Ze hebben een hele goede service, altijd 2 jaar garantie, dus nooit geen problemen. Als er iets kapot is, stuur het gewoon terug. Je krijgt een nieuwe.
Dus als jullie willen weten met welke materialen dat ik werk, jullie kunnen altijd kijken in de beschrijving hieronder in de link met welke materiaal dat ik werk. Nu gaan we gewoon terug over naar de video. We gaan verder, hè? Vragen. Ja, we gaan verder, maar het is gewoon... Het mag niet te saai worden. Nee, het mag niet te saai worden, het mag niet te eentonig worden, maar je moet nog altijd wel je antwoorden krijgen. Als het geen zin heeft, ja, dan kun je vragen wat je wilt, maar... Dat is waar. Dus in principe kunnen wij... Allee, jullie weten dat, ik knip er stukken tussenuit, dat jullie niet de hele tijd na... U van de radio moeten horen. Het is eigenlijk gewoon alleen maar als jullie de antwoorden horen dat ik dat ja, laat horen aan jullie. Want mogen wij vragen wat er hier met jou is gebeurd? Wat is er gebeurd met jou? Kan je ons een antwoord geven? Vreemd, hè? Ben je boos? Ja. Boos, ja. Ik dacht dat die boos ja zei. We kunnen misschien de ghost radio gebruiken. Kijken of dat er iemand binnenkomt en dan kijken of dat we dezelfde antwoorden daarop krijgen. Of misschien... Double check. Ja, double check dan niet alleen, maar verdere antwoorden ook. Dus stel dat we antwoorden krijgen, dat die antwoorden gebaseerd zijn op de antwoorden die we krijgen, ja, maar verder gaan. Dat je dan tegelijk aan. Nee, ja, nee. Verstaat je niks, hè? Dat ga ik niet doen, maar ik ga die daarna wel aanzetten. Dat meent je niet. Echt waar? Verslavend. Oei. Wat is verslavend? Oh my god. Huh? Je zei, als je er nu in komt. Ja, en dat heb ik en juist... En je kwam erin. En dat heb ik net niet opgenomen. Want ik duwde op mijn knop en toen zei ik, schat, nu net. Ja, maar je zei, als je er nu als je er nu in komt... En lap, die was erin. Ja. Was jij dat juist tegen de muur? Zeg eens wat je hebt gezien. Ik zag juist iemand voorbij. Kwaad? Ben je kwaad? Of is het kwaad wat hier zit? Moeten wij ons zorgen maken? Oh my god. Raar, hè? Is dat toeval of? Dat zou echt toeval hebben, hè? Wie ben je bijvoorbeeld? Ziek? Bent u ziek geweest? Nu is hij weg. Oh my god, Sasha, man. Wij zeggen echt letterlijk, we waren een beetje die aan het uitdagen. Ja, ja. En jij zegt, als je er nu in komt, jij wou zeggen, dan weten we dat hier iets is. Ja. En Lap, die was daar. We zitten letterlijk al... Hoe lang is... 10 minuten, kwartier. Ja, dikke 10 minuten. Dikke 10 minuten. Ik zie die schaduw voorbij komen. Ik begin hem een beetje te triggeren. En jij zegt dat aan Lap. Is daar. Ik ben even sprakeloos. Dat is gewoon vreemd, hè? Dat was echt raar. Ik zei, stop. Ik stond echt... Allee, jong. Wat was dat? Klop. Heb je dat gehoord? Toek, toek, toek ging dat. Zo, hè, zo. Zo. Nee, zo. Zo, ja, ja. Zo'n holle klop. Ja. Toek, 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 toek. Zo. Hallo, is er hier iemand aanwezig? Zo dat ging zit jij, dat zit ja, jij. Dat ben ik, maar zo ging dat. Ja. Kan u dat nog eens doen? Ik word iemand. Hallo, is hier iemand? Wacht, ik hou je deur tegen.
Ik dacht dat ik precies iemand hoorde. Lopen? Ja, ik weet niet. Kloppen of zo op de deur? Daar, ja, zoiets. Die sluit ik wel, hè? Ja, doe maar. Heb je die uit... Ah, nee, toch niet. Ik dacht al... uitgezet. Nee, ik dacht dat je die had uitgezet, maar je weet niet hoe dat je die moet uitzetten. Als er iets zit in deze kamer, kan je alsjeblieft nog eens een tikgeluid maken? Of iets. Ja, dat wij weten dat je hier aanwezig... dat je hier aanwezig bent. Laat maar iets horen of... Eender wat? Kan je een goede tik ergens tegengeven dat we echt horen dat jij hier bent? Ben jij hier aanwezig? Kan je dat ons... Of kan je ons dat bevestigen dat je hier aanwezig bent? Kan je een teken geven, een geluid maken alsjeblieft? Ben je misschien een beetje met onze voeten aan het spelen? Oh my god. Ja. Oh my god. Daar. Dat was duidelijk, ja, hè? Ja. Tik, tik. Dank u wel. Nu is het alleen bevestigd. Oh my god. Echt letterlijk hier, hè? Ja, maar tik, tik. Letterlijk op dat ding hier. Ja. Amai. Zou die hier zijn nu? Ja. Ja. Denk ik wel. Dat kan toch niet dat vanzelf? Nee, maar er waren twee tikken. Dat kwam van daar en toen hier. Ja. Ik zit hier. We spreken tegen elkaar. We zeggen van, kan u alsjeblieft een geluid maken? We wachten even. Op het nachttafeltje. En daar op dat nachttafeltje horen wij... Ja, horen wij twee tikken, terwijl we hier al de hele avond zitten en niks gehoord hebben van geluid of iets. Of... Nee, want het is hier echt muis stil. Want we zeiden nog van, amai, het is hier stil, hè? Mm-hmm. Dat was niet de juiste glas wegzetten. Ja, dat was ik die mijn glas terugzet. Ik loop niet, juist gelijk nog op bed. Vreemd. Heel raar. Bent u hier nog aanwezig bij ons in de kamer? Als die er nu in springt, dan kan dat niet. Dan is dat... Nee, dan kan dat gewoon niet. Bent u hier? Beste entiteit, wilt u nog met ons communiceren alsjeblieft? Was u dat juist, dat getik? Hup, boem. Boem. Zojuist heeft dat 10 minuten geduurd en nu nog geen 40 seconden. Dat is het antwoord dus, ja. 53. Bent u op kamer nummer 53 of op leeftijd 53 gestorven? Wat kan je ons nog meer vertellen? Welke info kan je ons geven? Niet gevonden of zoiets. Jacht. Jacht. Jacht met boten of jacht met schieten zo? Hebt u gejaagd? Tja. Of had u een jacht? Misschien. Misschien dit was het hotel verblijft, dan zou je wel eens een jacht kunnen... Dat haat ik, of zoiets. Hè? Dat haat ik. Dat haat ik. Wat haat jij? Haat je ons?
Dus onze... Zojuist... Mijn batterij is zojuist uitgevallen. Dus met het opnemen, eigenlijk... Zonder waarschuwing. Zonder waarschuwing is mijn camera gewoon uitgevallen. Normaal geeft hij een waarschuwing. Hoor ik een signaal en geeft hij een waarschuwing. Nu was er gewoon boem gedaan uit. En ik dacht eerst dat dat die telefoon was. Zo dat piep, piep, piep deed. Maar dat was de camera. Dat is heel en normaal gezien geeft hij altijd een signaal. Piept hij een paar keren. En dan zie ik van, ah ja, is bijna leeg. De batterij moet ik vervangen. Nu boem gedaan. Kun je die uitzetten? Direct gedaan. Ja, zet je maar uit. Huh? Oeh, dat was raar. Rare gebeurtenissen vandaag. Echt hè? Want jullie zien... Echt? Hier, heel ik heb vlug heel snel een batterij genomen. Hier zien jullie de oude nog. En toen was hij ook weg de ene keer. Ja, toen heeft hij nog één ding gezegd gehad. Ja, dat heb ik niet gehoord. Nee, ik ook niet. Ja, sorry lieve kijkers, maar... En toen was hij weg. Wat er hier aan de hand is, ik weet het niet. Het is... Heel raar. Ik heb er gewoon geen verklaring voor. Vreemd, hè? Als ik, met de Ghost Radio en... Het is allemaal een beetje te toevallig, zo. Ja, ja. De toevalligheden... We horen die tekenen meer. De toevalligheden volgen elkaar op. Dan kan dat geen toeval meer zijn, denk ik dan. Goed, lieve kijkers. Als jullie mijn video's leuk vinden, abonneer. Word eventueel lid van mijn kanaal. Geef een like en een toffe reactie. En ik zie jullie bij de volgende video. Dag. Tot ziens. Wij gaan vieren. Yes. Als we nog kunnen vieren hier met die... Ja, die is misschien kwaad. Die is misschien kwaad, ja. Die gaat er een stokje tussen steken. Ja, die gaan ons goed hebben tussen de nacht, denk ik. Ja, eigenlijk is het niet voor te lachen. Nee, eigenlijk niet. Nee. Maar goed, we mogen altijd wel eens lachen. Voilà. Voilà. Tot ziens. Tot de volgende video. Dag. Dag.